het is niet zo gulzig, Albert. Ten eerste is weg. En ten tweede is weg toe. En... Marlijneke heeft getrokken en Ja, ik moest wel, want de klop doet het niet. Dag iedereen. Dag meneer. Zeg, waar bleef jij nu zo lang, Albert? Ten eerste, Albert. En ten tweede, ik heb buikpijn. Die ring van Marlijneke is verdwenen. Ik weet van een ring? Oh, je weet niets van een ring. Ik heb jou daar straks toch een ring laten zien. Ah ja? 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 Ik eet alleen maar koekjes. Ah! En daardoor heb ik zo'n buik. Van deze ringen bestaan er maar 100 biljoen. Ja, misschien heb jij daarom wel zo'n buik. Ik ben zo'n buik. Kijk, dat kan me nu eens niks schelen. Jij moet naar een... Jij moet naar een dokter gaan. Dan kan hij zien of je buik in die ring zit of niet. Want anders, hè, dan haal ik er onmiddellijk de politie bij. Mag ik eerst een glas water drinken in de keuken? Je mag me niet verraden. Hou je bek, Ahmed. Ik zit in greed. Je mag me niet verraden. Dat bedoel ik niet. Is niet genoeg. Samson en Gert hebben nog geen. Weet je wat van Neemhuizen? Slap zeg! Het is niet waar, hè? Zeg, lop! Blijf jij maar hier, Albert, we zijn onmiddellijk terug. Ten eerste is Bert! En ten tweede! Mijn koekjes zijn op! Hallo, hola. Hey, zeg. Hallo. Ah, dag, Ger. Madam! Is van Leemhuizen dan niets gebracht? Hasta la vista. Die ligt nog op onze tafel. Ja, maar wacht. Leemhuizen. Dat krijg je niet ineens. Kom, Samson, we gaan naar huis. Oh, ik heb zo'n buik van al die koeken te eten. Ah, Albert, kun jij eens onmiddellijk komen? Stop eating my sesame cake. Wij zitten te neuken, hè? Ja, nu is iedereen terug gelukkig, hè? Ja. Ja, behalve van Albert. Ja.